De training van FC Dordrecht leert ons dat dit het basisteam is voor het duel met Excelsior. En dit de reserves zijn. Dat betekent dat Moussa Kalisse en Kevin Tano, net als de geschorste Danny Post, niet spelen. Hun plaatsen worden ingenomen door Adnan Alesic, Andreas Lukemans en Fouad Idabdelhaj. Daarnaast lijkt de ploeg in een 4-4-2 systeem te gaan spelen in plaats van het vertrouwde 4-3-3. Opvallend veel wijzigingen voor een ploeg waar Gert Kruis pas één dag is vertrokken. Ik lag op de fysiotafel te masseren voor de training en toen hoorde ik opeens dat de trainer ermee stopte. En 5 minuten later kwam de trainer langs, gaf hij iedereen een hand en weg was hij. Dus ik was er even verbaasd. Want hoe was de band tussen de spelersgroep en Gert Kruis? Ik kon persoonlijk wel goed met hem opschieten. Hij was veel met mij bezig. Dus ja, ik vind het wel jammer. Het is wel een ander type dan Harry, moet ik zeggen. Harry stond er echt boven. En Gert ging gewoon tussenin zitten. Hij kent de jongeren van tegenwoordig goed. Dus hij weet hoe die met ze om moet gaan. Maar misschien moeten we wel iemand hebben die bovenop zit, zeg maar.